Van Glasgow and Scored. Wij zijn Kimberly en Stefan en wij hebben op het moment al 18 uur gereden om ons nieuwe huisje te kunnen zien in Orient. We zijn een beetje moe, we zijn een beetje uitgeput, maar we hebben onwijs veel zin om het huis te gaan zien. Dus kijk met ons mee. Nou, na een rit van 20 uur is het eindelijk zover. We hebben zojuist onze sleutels mogen ophalen. Op naar het huis! We zijn zojuist aangekomen bij het huis. Daar is onze voordeur. Dus daar gaan we even rustig heen lopen. En dan gaan we kijken of je open gaat met de sleutel. Yes! Nou, even kijken hoor. Goed voor het opstapje. Leegte! Nou, wij hebben alvast een rondje gehad door het huis. We zullen zo meteen wat fragmentjes ook laten zien. Maar het is 8 graden, dus wij hebben besloten om even de houtkachel aan te zetten. En de chef is al bezig. Kijk eens. Heerlijk! We hebben vandaag best wel veel tijd binnen doorgebracht. Wij hebben het huis op kaart gezet, de plattegronden gemaakt. Want ja, dat krijg je hier gewoon niet bij de koop van het huis. Tenminste, waren ze hier niet bekend mee. En dat is natuurlijk anders dan in Nederland. Dus dat hebben wij even zelf gedaan. Maar het is eindelijk ook weer even droog. Dus dat betekent ook even buiten ontdekken. Wij hebben in de zomervakantie dit perceel al toen gezien. Maar toen zag het er ook heel anders uit. Een van de veranderingen hier zo is bijvoorbeeld echt nu wel het grote waterstand. Ik ga het even laten zien. Zoals je ziet staan de bomen min of meer in water. En dat is wel heel gaaf. Dit water is namelijk een plek voor de bevers. Het schijnt... Ik heb ze zelf nog niet gezien, dat hier dus veel bevers zitten. Dus hoe cool is het als je straks als campinggast bij ons zou zijn. En je zou ze dus ook zien tijdens je verblijf. Nou, hier zie je nog een beetje. Ik moet af en toe even kijken waar ik loop. Kijk. Dat is toch super tof, hè? Zit er gewoon naast. Ik loop even met een bochtje. En hier, dit is nog steeds ons perceel, wordt het eigenlijk gescheiden door wat water. En van de zomer hebben we dat water wel gezien, maar toen was het lang niet zo groot. Dus dat is ook wel heel leuk van nu perceel ontdekken in de winter. Het geeft een heel andere sfeer, heel ander beeld. Thank you.
Zojuist hebben jullie een filmpje gezien over het bos wat wij hier hebben staan aan de achterkant van ons huis. Het is vrij dicht begroeid en ik sta nu even op een wat openere plek. En het mooie van dit bos is dat het zichzelf onderhoudt. Wij hoeven hier eigenlijk niks aan te doen. In Zweden heb je bepaalde bossen waar je per se moet kappen. Voor verjonging en vernieuwing. Maar dat hoeft hier dus helemaal niet. En wat je dan gewoon ziet is dat dan de mossen die hebben de bodem overgenomen. En alles is helemaal sompig en alles is aan het vergaan. En ondertussen komt er ook heel veel nieuw leven weer op. Ja, en ik hou echt wel van zo'n onaangeplant stukje grond. En dat hebben wij hier dus gewoon. Dus ik ben nu een beetje aan het kijken van wat een leuke route om te lopen. Zodat we straks Scruffy lekker kunnen uitlaten op ons eigen terrein. En dat is ook helemaal prima. Zorg ervoor dat er een stukje minder wild op ons terrein komt. Maar dat is dan weer niet zo erg. Omdat we de permacultuur hebben. Dus als we bepaalde plekken kunnen afbakenen daarmee, ja, ben ik dik tevreden. Dus geniet lekker mee. Van een stukje wandeling. Het is een beetje klimmen klauteren soms, dus ik moet goed kijken waar ik loop. Maar ik kan er wel van genieten. En ik hoop jullie ook. Dus wandel met me mee. Nou, de afgelopen dagen hebben we in het teken gestaan van het winterklaarmaken van het huis. En we hebben nu eigenlijk nog maar één ding te doen. En dat betekent het toilet. Toilet, we hebben alles leeg laten lopen. Maar een gouden tip van een Zweed was, gooi er antivries in. Zo weet je bijna zeker dat hij niet zal bevriezen. Dus dat doen we dan maar. Nou, het is wel echt een toffe badkamer, hè? Zo. De spullen van de vorige eigenaar hangen er nog in. Ook dat is heel gebruikelijk. En wij hebben het een beetje aan kant gemaakt en alvast een beetje huiselijk. We dachten dat is wel praktisch voor als we hier in januari aankomen. Terwijl Stefan nog even de laatste hand legt aan het klaarmaken van het huis voor de winter, kijk ik nog even in het rond. Geniet ik nog even van al het pracht dat wij hebben gekocht. En gaan we treden op 20 januari. We zijn er echt ontzettend blij mee. Super trots ook dat het gewoon gelukt is. En ik kan echt niet wachten tot we zover zijn. Maar voor nu gaan we toch weer terug naar Nederland. Gaan we lekker kroelen met ons meisje Elin en Scruffy uiteraard. Ja, en zal de volgende vlog hoogstwaarschijnlijk weer snel komen. Dus tot ziens! Thank you.